Vandaag bezoeken we de ponies op de Waterfall Ranch. Maar wat zijn ponies eigenlijk? Wat is het verschil met paarden? En waarvoor dienen ze eigenlijk? Dat vernemen jullie vandaag bij Robert Weet Het. Staan ze! Ik kan de ponies al zien! Hoe mooi! Wat ben ik blij! Waarom ben jij blij op een manege? Nou, ik moet dringend mijn accu opladen en ik zie zonnepanelen op het dak. Dat is geweldig! Groene zonne-energie voor jou en ponies voor ons! Hoera! Ik ben zo nieuwsgierig! Oh ja! Hallo, Bennett! Hallo? Oh, mijn broertje heeft een fanclub! Hallo, jullie! Toffee verwelkomt jullie! Hallo, Toffee! Hallo Kira. Hallo Toffee. Mag ik wat elektriciteit bij jullie tanken? Jazeker. Neem maar. Zijn veel ponies. Ja, ponies zijn kuddedieren en zijn graag met andere ponies samen. Oh, daar verderop staan wel grote ponies. Dat zijn toch geen ponies? Dat zijn paarden. Oké. En wat is het verschil? Die zien er toch helemaal hetzelfde uit? Dat weet ik ook niet precies. Paarden en ponies behoren eigenlijk tot dezelfde dierensoort. Hallo, Ben. Hallo. Nou, Bennett, je fanclub volgt je. Wat een onzin. Wat is het verschil tussen paarden en ponies? Ponies en paarden verschillen qua grootte. Vanaf 1,48 meter spreken we over een paard. Kleinere dieren zijn ponies. Het kan dus gebeuren dat dieren van hetzelfde ponyras tot verschillende categorieën behoren. Als bijvoorbeeld een haflinger 1,55 meter groot is, is het een paard en geen pony. Maar IJslandse paarden zijn toch kleiner dan 1,48 meter en heten toch paarden? Dat klopt. Eigenlijk behoren ze tot de categorie ponies. Ze zijn afkomstig van het eiland IJsland. Daar zijn slechts enkele paardenrassen. Daarom maakte men nooit een verschil tussen paarden en ponies. Waarom is er op IJsland dan maar één paardenras? IJsland heeft meer dan 100 jaar geleden beslist dat er geen andere paarden naar het land mogen komen. Zo wil men de inheemse dieren beschermen tegen ziektes. No. Dan mag je je eigen pony niet meenemen? Bovendien is het een eilandpaard. Nee, ook dat is niet toegelaten. IJslandse paarden mogen wel in andere landen verkocht worden. Maar een paard dat IJsland verlaten heeft, mag niet meer terugkomen. Vrij gemeen. Die maatregelen zijn wel noodzakelijk. IJsland is namelijk een geïsoleerd eiland. IJslandse paarden komen daarom maar met enkele ziektes in contact. Ze hebben geen weerstandsvermogen tegen vreemde ziektes. Oké. Maar waarom zijn er eigenlijk ponies? Ponies werden gekweekt voor zwaar werk. Door hun beperkte omvang en stabielere botten waren ponies geschikt voor onherbergzame gebieden. Ponies werden ook ingezet in mijnen. Ze hebben een stevigere lichaamsbouw en zijn robuuster dan paarden. Daarom zien ze er zo schattig uit. Dat klopt. Bovendien hebben ponies meestal een dikkere vacht. En zijn ze dus beter aangepast aan koudere temperaturen. Nou,
Zo'n wollige huid zou ik in de winter ook wel handig vinden. Dan zou ik nooit bevriezen. Je zou er waarschijnlijk uitzien als een ontploft wattenstokje. Haha. Paarden en ponies hebben ook een verschillend karakter. Ponies staan bekend als onverstoorbaar en ondeugend. Paarden eerder als betrouwbaar. Dat kan ik bevestigen. Toffee kan een behoorlijke deugniet zijn. Hé, hey, geef terug! Wel? Volgens mij wil Toffee dat je op hem rijdt, Robert. Wat nu? Ik weet het niet zo. Bovendien moet ik nog opladen. Accu volledig vol. Nou, dan heb ik geen uitvlucht meer. Hop, Robert! Het lukt je ongetwijfeld! Oh, dat is wel erg wankel. Oh, super! Oh. Robert! Het is echt heel leuk! Joepie! Je bent een waar natuurtalent, Robert! Joepie! Oeh, hoehoe. Tot volgende week, kinderen! Daag! Tot gauw, Bennet! Tot gauw!